Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben hier samen met Maiwen. En wij gaan vandaag iets heel erg leuks doen waar Maiwen zich heel erg op heeft verheugd. Ja. Nog even lekker uitrekken. Mm-hmm. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is koud buiten. Lekker. Het is heel erg koud. En in de kleine slootjes ligt gewoon al ijs. Ja, en er was ook op het nieuws dat ze al ergens aan het schaatsen waren gegaan. Dus binnenkort hopelijk op natuurijs schaatsen. Maar eerst gaan we eens even een kijkje nemen hier. Ja, ik dacht... Hey. Oh, hij is eruit! Yeah. Kijk, de lachen dan! Wow, wat ben jij een beauty, hè? Dat heb ik zelf gedaan. Echt? Ja. Hoe heb je dat gedaan dan? Zo, hij kwam draaien. En toen heb je getrokken? Nee, ik heb zelf. Toen was hij eruit. Wow. Ik heb ook de wortel mee getrokken. Echt? Ja. Is dat de bedoeling? Nee, wel toch? Volgens mij wel toch? Moet dat? Ja. Ik heb geen idee eigenlijk. Nice, nou nu ben je wel heel knap. Ze is ook vet blij. Hey, hey! Oh, dat is hem. Zo! Ja, hij kan overin. Echt ziek, hè? Nee, ik kan door. Kijk maar. Oh my god. Wat? Okay. Laat eens zien nu. Nu ben je net je vader. Oh my god. Wat? Maar laat eens zien hoe groot. Zo. Kijk dan wat een tas. Dat gaat er gewoon niet uit. Nee, logisch. Zo, hier. Oh, goed bewaren, hè? Deze bal, dames en heren. Oh, moet je eens knijpen. Ja, die is echt fijn. Ik had het net ook. Oh, die is zo lekker. Ik neem hem zo in je gezicht duwen. Oh. Duw in je gezicht. In jouw gezicht duwen? In jouw. Doe dus ja nog. Vet, kijk. Het is vet. Wat vet? Dit. Dit is een regenboog. Sama, mag ik wat bij je gezicht doen? Gefilmd. Je bent klaar. Oh. In zijn gezicht. Pas op, niet doen. Dit gaat fout. Stoppen. Ik denk dat zij ongeveer even sterk zijn. Of niet? Nee, nee, nee. Niet doen, Milana. Ik ga even naar buiten. Oh, what the heck? Oh my god, hey, hij moet oranje zijn, man. Voor het WK. Heb ik ook. Heb ik ook. Hier. Zo. De deur dicht doen, anders kan hij naar binnen. En deze wil ik afsteken. Kijk dan, dit is een UFO. En weet je wat het mooie is? Dit is allemaal vuurwerk dat gewoon afgestoken mag worden. Kijk eens eventjes. Jeetje, Mina, wat een rook. Oi, oi, oi. Je trekt er zo. Oh, weet je nog dat we dit... Trek? Ja, dat wordt me niet vaak gevraagd door een man. Nee. Waar aan? Dat trekken. Hier aan? Ja. Hè? Oh, zo moet je dat... Wow, wow, wow! Pas op, gast! Wat is dat voor zwarte rook? Ja, wordt een sleutje. Komt Aladdin eruit? Ja. Hey! Nederland, oh Nederland. Zo, deur dicht. Ik kom ook naar binnen. Je moet hier staan. Oh, ik kom daar staan. Zo! Oh my god, kijk dit dan joh. Jezus, wat een rook, gast. Vorig jaar hadden we hierin gedaan. Ja, klopt, in het tuinhuisje. Het was het hele tuinhuisje helemaal vol. Nee, dat gaan we niet nog een keer doen. Hij staat nog wel, wat dat tuinhuisje allemaal heeft meegemaakt is echt niet normaal. En dit is wel heel tof, hoor. Hey, misschien kunnen we dit meenemen als schaatshooligans. Nou ja, dit is het ijs wat dus al op al die slootjes ligt. Wow, best dik. Oh, zo, dat is echt dik, hè? Zal ik dat naar binnen brengen? Ja. Ja. Zo. Zo. Ongelooflijk. Maar waar? Ik kan die Luciano kijken. Hé! Hey! Wil je de deur open doen voor mij? Loop. Kijk wat ik heb. Wat is dat? Deur dicht. Kijk, dat is ijs. Ja, dat is ijs. Vind je het lekker? Ja. Wil je er gewoon een blaadje in? Kijk dan, dat is ijs. Huh? Blaadje? Wie wil dit kapot gooien buiten? Oké, okay, nou pak maar met z'n tweeën. Met z'n tweeën. Ik niet. En dan... Heel hard naar buiten. 1, 2, gooien. Ja, en weer naar binnen. Zo, die oranje blijft gewoon doorgaan. En niet lachen, hè? 3 minuten. Ja, jij wel, hè? Milana lacht nu ook de hele tijd zo. Je bent blij, hè? Ja. Ja, ik ben echt trots op je. Hij gaat nog harder. Gaat hij nog harder? Wat is dat dan? Wat is dat voor kleur? Oranje. Oranje. Kijk, en daar zit een beetje en daar niet. Zo. En daar zit allemaal gebroken daar. Gaat echt hard, hè? Blijf maar doorgaan, hè?
En we kunnen deze meenemen naar het schaatsen, als hooligans. Ja. Dat is uit het publiek zo. Ja, ja. Mag dat? Nee, sowieso niet. Nee. Kijk dan wat voor rook hierbij komt. Als die schaatsers dit inademen, dan kunnen ze geen eens meer een rondje maken, joh. Zo, dit ga ik even zo. Kijk dan van dichtbij. Kijk dan. Kijk hoe dit eruit ziet. Zo. Holy moly. Heel ziek dit. Kijk hoe dat eruit ziet, hè. Wow. Zo, dit is echt heel satisfying. Echt heel satisfying, hè. Het blijft ook maar doorgaan, hè. Niet normaal, joh. Deze moet ik ook hebben. Deze zijn echt fantastisch. A few moments later. Zo, hij is afgelopen en het rook is bijna allemaal weg. Dus we gaan weer naar binnen. Dan gaan we de jas pakken. Dan gaan we er vandoor. Zo. Ja. Niet lachen. Je bent erg blij, hè? Ik heb er zelf uitgetrokken, zeg. Ja, dat vind ik echt stoer van jou. Maar dan komt door jullie dat vanmorgen. Ja, hey, ik ben mijn minion kwijt. Heb jij gezien waar mijn minion is? Ja, daar. Doe niks op mij. Ja. Dit is zo schattig. Hey, maar nu hebben we één ding. Vind je dat grappig? Ik ging met de dieren net heel hard vechten. Nee, je mag niet vechten. Had jij gewonnen? Ja. Maar je mag stoeien, maar niet vechten. Zullen we deze nog even afsteken? Ja! Er ligt er ook nog één. Oké, okay, zijn jullie er klaar voor? Daar gaat hij, dames en heren. Mijn allereerste vuurwerkje van dit jaar. Het is dus een UFO. Ik denk dat die mooier is in de avond, eerlijk gezegd. Even kijken hoe werkt deze aansteker zo. Oké, okay, daar gaat hij. Klaar voor? Ja. En dan wij gaan heel hard. Jeetje, Mina! Wel leuk, hè? Oh, mijn oren, hé. Wat een lawaai. Zo. Oh, wat een lawaai was dat. Ja, toch. Hey, één ding is wel echt zo. Jouw kinderen hebben humor, jongen. Jouw kinderen hebben echt humor. Niet doen. Oh, dat is echt hard. Wat doen jullie ook allemaal weer? Je weet wat er vanavond gaat gebeuren. Ja, zeker. Ik ga winnen. Kijk. Oh, je hebt alles al. Oh, nice. Dat bewaren we voor vanavond. Heel nice. Oké, tot vanavond. Ja, doei. Bye. Oh, 1, 2. Zo. Zo, daar gaan we. Op naar Friesland, dames en heren. Ik doe het. Heb je wel zo'n klap? Ja. Heb je wel een. We gaan toch supporten? Kom op! Ja, niet in de auto. Oh, dat is voor een feest. Rientje. Hey, Utah. Super nice. Oké, die ook hier. Kan deze achterin? Nee, hè? Heb je toch allemaal een auto niet een keertje opruimen? Dat heb ik net opgedrukt. Dat hebben we net gekocht, man. Oh ja. Waar gaan we heen, Sjeet? Naar Heerenveen. Naar de World Cup schaatsen. Ja, de afstand 1500 meter. Voor mannen, ja. Voor mannen en voor vrouwen? 500. Voor de 1500 van de mannen, wie is op dit moment het talent? Weet jij dat, Maya? Ja, weet je ook weer. Er zijn heel veel... Roest. Nou, ja, Patrick Roest had wel een nieuw record neergezet. Het staat wel op de startlijst, maar 1500 meter is niet... Echt zijn dingen. Patrick Roes is toch van de 5 van de 10? Precies, schat. Lekker. Yes. Zeker. Net als Sveddy. Lekker. Maar, ja, Patrick had een nieuwe tijd neergezet, zag ik. Weet je wie echt veel medailles gaat pakken in zijn leven? Ja. Die zoon van Erben Wennemars. Ja? Ja, die dat is niet normaal. Let op. Die gaat ooit Olympisch goud pakken. Okay. Hij was nu al tweede geworden op de World Cup eergisteren. Ja, ziek hoor. Echt ziek. Hoe doe je dat? Rechts. Oké. Ja, maar rechts? Rechts. Nederland. Oh, Nederland. Ja, wij zijn kampioen of zo. Wij houden van oranje. En ik ken het legioen. Oké, we moeten even oefenen voordat het WK begint. Maar, morgen, hè? Goed. Hey, ik vind het wel tof dat Luciano deze Minecraft-huisje hier heeft gebouwd. Ja, dat is niet normaal. Het is allemaal Roblox. Ja, allemaal Roblox-huisjes daar. Echt zo apart. Nou, goed. We gaan in ieder geval even een stukje rijden naar Heerenveen. Friesland. Ik was gisteren nog in Drachten en nu gaan we weer heen. Gezellig. Goedendag. Goedendag. Ik heb hier de tickets. Oh, top. Tot zo. Dankjewel. Veel plezier. Ja, dat gaat goed komen. Wordt mooi. Iedere keer om!
Koendij of zo is het. Jij bent? Van alle mensen die je kent, ben jij de meest vernederlandse Marokkaan. Get on, jongen. Het is echt zo mooi. Het is echt wel leuk om een keertje een opsomming te doen van hoe vernederlands jij bent als Marokkaan. Hoezo? Nou, gewoon een kaasfondue. Hij is ook gewoon Nederlands. Ja, je bent half Nederlands, half Marokkaans. Ja, maar je bent niet in Marokko opgevoed. Je bent gewoon in Nederland opgevoed. Nee, ja. Ben je al nog wel eens in Marokko geweest? Jazeker, vroeger. Maar vind je niet leuk om met mij een keer naar Marokko te gaan? Ja, als jij dat ook leuk vindt, dan met mij. Dan ik... Ja. Ja, lijkt me juist mooi, ja. Oké, dan gaan we. Hallo. Hey, goedendag. Goedendag. Zou je naast die Suzuki wil neerzetten? Suzuki? Dat gaan we doen. Ja, dankjewel. We zoeken hem. Het duurt wel een tijdje om te zoeken. Ja, ook. Ja. Alberto. Ja. Stegeman. Oh, die is hier stuk kouder als in... Ja, Friesland, hè? Hey, we zullen een keer naar Marokko? Ja, is goed. Deal. Nice. Let's go. Ja, lijkt me wel echt mooi. Ik ben nog nooit in Marokko geweest. We willen wel graag een keertje heen. En als ik dan heen ga, dan maar met Sheet. Ja toch? Nee, ik vind het wel leuk hoor, om te gaan. En noem, kan ik je daar alleen maar Galit noemen? Ja. Heet ook Sheet daar, hè? Ik heb zo lang heb ik tegen Sheet Galit gezegd, dat zelfs zijn kinderen hem Galit noemden. Oh mijn god. Ik en namen, het is niet leuk. Nou, dan gaan we, dames en heren, naar het stadion. Samen met Albert, mijn schoonvader. Echt een topper. Is er ook gewoon gezellig bij. Ja, als iemand iets van schaatsen weet, dan ben jij het wel. Als je de friet kiet. Jaren heb ik daar in dit wereldje rondgelopen. Ja, ja, de hele jeugd van Maiwen naar het schaatsen geweest. Maiwen, hoe fijn voel jij je nu om hier te zijn? Voelt als thuiskomen. Ja, hè? Wil jij zo even filmen? Ja. Oh, je hebt je muts. Koud krijg. Hey, wel oranje. En dan die klappers erbij. Ja, het kan wel. Ja, jeet. Oh, dit is toch geweldig? Ja, dit is wel mooi. Dit is toch lekker? Lekker warm, ja. Lekker voor de hoortjes. Slim. Top. Sheet heeft gedraaid aan het rad. Ja, 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 ja. Ja? Nee. Yeah. Oh, hey. En krijgen we nu een lot? Zeker. Wel eens een paar voorwaarden aan. Ik zal ze even kort uitleggen. Oh. Ik heb maar gegevens nodig. Door het online doorgevoerd krijg je de kastleutel in de mail toegestuurd. En eentje krijg je een schaats. Zullen we schaats kijken? Vul jij even alles in, dan gaan wij schaatsen kijken. Nou, oh, dankjewel, hè, doeg. Ja, dat duurt weer zo lang, dat invullen en alles. We gaan wel schaatsen kijken. Kijk eens, dames en heren. Tjalf, de schaatsbaan. Let's go. Kijk dan. Dit is ook gaaf, hoor. Ze zijn gewoon aan het ijshockey hier. Hoe vet is dit, hè? Heel erg tof. Kijk al die kleintjes ook. Wow, dit is echt schattig, hè? We komen deze keer niet voor het ijshockey. Vorige keer ook niet trouwens, maar binnenkort wel een keertje. De start. Oké, dames en heren, daar zitten we dan. We hebben echt een super mooi plekje. We waren net een verdieping beneden, daar hoorden we niet te zijn. Daardoor hebben we wel even het ijshockey kunnen zien. Dat zit in de zaal daarachter. Maar hier heb je dus de ijsbaan. Kijk hoe super mooi. Dit ijs is ook zo. Kijk, hoppa. Dit ijs is ook zo, zo mooi, hè. Maar 55 km per uur in de bocht, hè? Dat is echt niet normaal. 55 km per uur. Kijk dan. Ja, dit zijn de shots die we allemaal kennen van tv, deze shots. Maar nu maak ik gewoon mijn eigen shots. Kijk, daar komen ze de bocht door. Daar komen ze de bocht door.
mensen. Als eerste, die stond ook eerste, maar nu is een Canadees zojuist eerste geworden. Volgens mij dacht iedereen dat Kjeld Nuis hem al binnen had, maar nu is een Canadees nummer 1. Dat was wel een goede rit. Ja, dat was een goede rit. Dit is de 1500 meter op dit moment. Elke keer als hij zegt go, dan moet ik denken aan Go Shorty. Dit is je birthday. Wij zaten er allebei zo naast. Oh, het is echt moeilijk om te timen. Het heeft te maken met wanneer de laatste stilstaat. Ja, dan pas gaat dan het in. Dan gaat hij 3 seconden, dus 1, 2, 3. Dus wij dachten van 1, 2, 5. Nee. Daar gaan ze weer. Oké, het is dus 1500 meter. En in totaal zijn er 10 keer 2 mensen die gaan schaatsen. Dus 10 paardjes. Dit is de 9e paar, geloof ik. Dus hierna nog 2. En dan is de 1500 meter geweest. In de tussentijd noemen ze de hele tijd alle rondetijden op. En zoals het er nu naar uitziet, wordt de Canadees eerste op de 1500 meter en de Kjeld Nuis tweede. En als derde staat ook een Nederlander, ik weet even niet wie. Weet jij dat? Welke drie staat nu? Nederlander? Ja, wel Nederland. Ze zeiden net top 3 Nederlands. Oh, dan Thomas. Oh nee, Roos. Thomas Krol. Thomas Krol? Denk het wel. Terwijl schaatsen bezig is nu hier, is er ook Formule 1 aan de gang. Ja, dat gaat natuurlijk ook gewoon door. De Shahid is nu de start aan het kijken van Formule 1. Maar er moeten nu nog 2 mensen schaatsen als het goed is. Moeten nu nog 2 mensen? Oh, is nu klaar. Oh, dan gaan we nu pauze houden. Dan gaat het wel eroverheen. En dan is het de 500 meter. Zamboni. Ik zei namelijk eerst dat het een boelie was. Maar een boelie is met windsport en een Zamboni is voor schaatsen. En ik vroeg me af. Je ziet namelijk hier op de ijsbaan, tenminste aan de binnenkant van de ijsbaan, zie je allemaal mensen staan. Vrouwen, mannen met gele jassen. Dus ik vroeg me af, wat doen die mensen met gele jassen? Want die zitten elke keer te kijken hoe mensen aan het schaatsen zijn. Maar wat doen die mensen? En ze houden hier de lijn in de gaten. Ze zijn een soort van grensrechters van het voetbal. Ze kijken ook gewoon of iets mis gaat. Eigenlijk is het gewoon een soort jury die het in de gaten houdt. Als er een blokje getikt wordt, of ze dan de lijn hebben overschreden, of als ze misschien vallen, of ze iemand anders hinderen, dat. En die mensen met die blauwe jasjes, die gaan die blokjes dan weer neerleggen. Als ze iets wegtikken. Ja, dus die mensen met gele jasjes zijn dus de grensrechters, zoals je in voetbal hebt. Ja, eigenlijk zo'n soort van jury, die gewoon een beetje kijken of alles goed gaat. Oké, okay, maar die zitten gewoon dicht op het ijs. Ja, die zien gewoon alles. In het toilet. Ik ga even een plasje doen. Ze gaan blijkbaar niet dweilen. Ze gaan van de 1500 meter meteen door naar de 500 meter. Nu vroeg Shahid een hele goede vraag net aan Myron. Is... Oh, ik dacht als nu iemand naar het toilet komt, kan het best ongemakkelijk zijn. Maar Shahid vroeg, is het zo dat als er niet gedweld wordt en als je dan ook later pas gaat schaatsen, dat het ijs dan zoveel slechter is dat je mindere tijd neerzet? Hele goede vraag. Schijnt niet zo het geval te zijn hier bij deze schaatsbaan, kreeg ik te horen. Maar het kan natuurlijk wel zijn omdat het ijs al aardig wat gebruikt is, dat je dan minder hard gaat. Alleen deze schaatsbaan in Tiel schijnt gewoon super goed te zijn. En ik kan daarover meepraten, want ik heb hier zelf ook geschaatst. Ik moet heel even stil zijn weer van start. Oké, de start is geweest. Maar ik kan erover meepraten, want ik heb die zelf ook geschaatst. Maar we natuurlijk ook. En deze schaatsbaan hier is zo super smooth. Niet normaal. Het is echt lekker schaatsen hier. Thank you.
Kok staat op nummer 1. En de nieuwe lijst 37-66. Femke Kok gaat bovenaan de lijst naar 45%. Overleefd. Check dit. Kijk dan, daar gaan ze. Dit is dus de groepsprint mannen. Teamsprint. Teamsprint. Ja, dat is toch goed. Ja, dat is toch goed. Het is Nederlands, hè? Dit is wel echt heel vet, hoor. Go to the start. Go, Shawty. Kijk, daar gaan ze. Even goed staan. Let op, hij gaat schieten. Ready. Komt ie. Daar gaan ze. Hoor ze ook stampen, hè? Gaan met die handel, gaan! En aan de andere kant zijn ook drie mannen gestart. En die komen via daar aan. Hoppakee. Kijk dan. Zo. Kijk eens eventjes. Daar wordt gewoon een worstje gesneden. Boerenkool. Nee, ik pak zelf wel een bordje. Lekker hoor, zilveruitjes erbij. Oh, heerlijk. Zo, dames en heren, het zit erop. Het is weer helemaal leeg, zoals jullie kunnen zien. Echt.
echt wel super leuk om hier weer even een keertje te zijn en het mee te maken. Ik kwam zojuist Marianne Timmer nog even tegen. Wat is dat een topvrouw. Die heeft echt serieus een mooi plekje in mijn schaatshart. Want ik heb ooit meegedaan aan het programma IJzersterkste. En daarin gingen we schaatsen. En zij was mijn coach. En dat was echt een hele leuke ervaring om met haar te werken. En tips van haar te krijgen en van haar te leren schaatsen. En natuurlijk ook van Maiwen. Maar dat was echt fantastisch. Ik heb net even bijgepraat. Hele leuke foto gemaakt. Maar echt, heb ik hele goede herinneringen aan haar en het schaatsen. Dus dat was leuk. Het was een prachtige middag. En wat me ook heel erg goed doet is om Maiwen zo te zien glinsteren als ze kijkt naar schaatsen. En gewoon, ze krijgt weer helemaal traanogen van alle ervaringen die ze heeft op het ijs met schaatsen. Dus dat is echt heel mooi om te zien. Dus dit was echt top. Een hele geslaagde goede middag. Wat een weertje, dames en heren. Non de jus. Ja, die had ik net in mijn boerenkool, die jus. Maar nu is het echt een weertje, hè? Ik in mijn onderbroekje. Ongelooflijk. Ja, Marvin is lekker aan het slapen. Nou, we gaan weer ervoor, hè? Ja, oh, dit nu in de auto en dan achterin lekker slapen met die regen. Oh, ga je ook lekker slapen? Nee, ik doe even een massage. Oh, lekker hoor. Staat er ontspanning. Heerlijk. Nou, we gaan onderweg naar de bingo. Ja, we moeten nog eten. Ik heb net boerenkool gehad. Ja, klopt. Nou, we zien wel eventjes. Worden er lekker hapjes, denk ik. Lekker hapjes, goed plan. We gaan onderweg naar de bingo. Heb je lekker geslapen? Heerlijk. Ja, hè? Die regen is echt heerlijk, hè? Het is echt zo fijn. Hoor dat dan. Ja, ik was altijd super blij dat ik op zolder sliep en schuin dakraam had. Echt fijn is dat. Ja, dan hoor je dit gewoon elke avond als het regent. Een beetje zo'n tent vibe heb je dan. Ja, dat, precies dat. Ja, dit is echt heerlijk. De camper. Ja, camper. Als het ging regenen, dan sliepen we ook al zo lekker. Er staat al een deuropening op onze dag. Ja, zo schattig. Milana had Maiwen al gebeld. Van, zijn jullie er bijna? Wanneer zijn jullie thuis? Ze is zo blij dat de tante uit is. Dat is echt schattig. We gaan er binden. Binden. We gaan er binden. Ik wou zeggen, we hebben bingo. Maar ja, is goed. Samantha die doet wel vaker mee aan bingo. En dat vind ik echt super leuk. Zoals jullie weten heb ik ook wel eens bingo zelf gedaan. Georganiseerd in een vlog met vrienden. En nu ga ik meedoen met bingo online. Dus dat is wel echt super lachen. Dus iedereen die heeft bingo kaarten. Ik laat het straks wel eventjes zien. Maar we gaan lekker bingo avondje houden. Super leuk op de zondagavond. Eerst even snel naar binnen redden. Ah, mijn jas. Jakkie, jakkie. Hé, hey, is je tand eruit? Hey. Hey. Je bent nog steeds zitten aan het lachen omdat je tand eruit is, hè? Oké, ik moet even de auto op slot doen. Hé, hey, wat is dit nou dan? Voor wie is deze? Die had ik gisteren. Had jij die gisteren al? Ja. Zo. Hey. Maar die staat je wel goed, hoor. Schattig. Ja. Hij is op slot, deur kan dicht. Dankjewel. Oh, hebben jullie... Hebben jullie warme chocolademelk? Nee. Nee? Nou, niet gemaakt. Chocomelk. Oh ja, chocomelk. Maar dit is wel maken. En smekjes. Laat maar zien aan Marvin dit outfitje. Sinterklaas. Applaus voor Sinterklaas. Sinterklaas. Bent u er toen de schoorsteen gekomen? Nee. Nee? U rijdt alleen over het dak met de paard? Ja. Hoe is het met Schimmelbaan? Goed. Ja? We hebben wel een wortel voor schimmelbijen. Nee. Nee? Nee. Je verzorgt het paard niet goed, hè? Dan is het goed. Milana is het. Is toch Sinterklaas? Oh, het is Milana. Luciano ook zegt Milana is het. Kiele. Maar even plaatsmaken. Wacht even. Even naar mama, want bingo avond. Zeker. Hoe laat gaat de bingo beginnen? 8 uur. Om 8 uur. Oeh, spannend. Mijn dat vind ik wel spannend. En waar heb je de bingo kaarten? Hier. Zullen we die eens even bekijken? Ik ben wel heel erg benieuwd namelijk. Want je hebt hoeveel bingo kaarten voor iedereen? Weet ik niet, ik heb het niet opgemaakt. Ik denk 555. 555. Ik wil 444. Dit is mijn envelop. Zo, gestempeld. Oh, dit vind ik echt leuk. Dit vind ik echt heel leuk. Dit is de voorronde. De voorronde. 2, 3, 4, 5. Ja, oké. 5 bingo kaartjes voor de voorronde. Dan hebben we. Ja, want jij weet hoe alles moet, hè? Ja, 5 rondes. Ja, 5 rondes voor de gewone. Oké, dit is voor de gewone dus, dit allemaal. En dan? 5 moeten zijn. 5 voor de finale. Ja, de superronde. De superronde heet dat. 3, 4,
5. Nice. Dus dit zijn mijn bingo kaarten. Ja. En ik heb zo'n pakket. Samantha heeft een pakket. Shahid heeft een pakket. En Mihon heeft een pakket. En wat is de hoofdprijs? Ja, goed hè? En wat is de hoofdprijs? Het ligt aan hoeveel mensen er meedoen. Maar meestal is 1500 euro. 1500 euro. Jeetje. Zullen we wat afspreken? Klopt. Ja? Goed hè. Zullen we wat afspreken? Als ik de hoofdprijs win van 1500 euro, gaan we met z'n allen iets leuks doen. Ja! Ja? Nee. Gaan we een nieuwe tand kopen. Net als papa. Nee, ik ga een kunstgebit en hij heeft een gewone bit. Gewone bit. Paardenbit. Ja, jij krijgt een paardenbit en ik ga een kunstgebit. Kunnen we geen pony kopen voor Milana voor 1500 euro? Ja, ik ook. Haar, ik ook eentje. Jo, ook eentje. Hoe duur is een pony? Ik denk tussen 3.000 en 6.000 euro, pony? Hoe noemen we dat? Ga je meteen op Marktplaats kijken? Ja, nee, pony te koop. Een pony te koop. Hey, dat gaan we doen dan. Knogpaard.nl. Hoe heet die? Het paard heet knogpaard.nl. Of knogpaard. Ja, je ziet er ook hè. Een luxe grote Shetlander. 1250 euro. Een zwarte Welsh pony. 6.500. Ja, paarden zijn best wel duur. Maar Virginio en Milana zitten allebei op paardrijden. Nee, maar serieus, als ik de hoofdprijs win, dan gaan we iets leuks doen met z'n allen. Dus ik ben benieuwd. Misschien ligt hier wel 1500 euro. Je weet het niet. We gaan lekker stempelen. Ik had hier bijna. Hé, Luciano, stel voor ik win 1500 euro. Wat zou je dan doen met dat geld? Dat jij een cadeautje hebt. Cadeautje koop. En voor wie moet ik dan een cadeautje kopen? Voor mij en voor papa. En voor mama. Papa en mama. Oh, dat is lief. En wat voor jou ook. Of voor mezelf ook. En wat voor cadeautje moet ik dan kopen voor jullie? Koophouden. Nee. Toch niet? Wat dan? Wat dan wel? Auto. Nee. Hij zit te denken. Nee. Een koe. Ik zei toch dat die van Nederlands is, die Shahid. Ik zei nog in de auto tegen Shahid dat ik het zo mooi vind. Dat je eigenlijk nooit merkt aan Shahid dat hij half Marokkaans is en half Nederlands. Want hij is zo van Nederland. En je vraagt aan zijn kind, Luciano, die dus een kwart... Luciano is toch een kwart Marokkaans dan? Ja. En hij zegt, wat wil je hebben? Een koe. Wat wil je laten zien? Oei. Wat wil je laten zien? Nice! Heb je dat gewonnen met paardrijden? Ja, tweede prijs. Tweede prijs? Ja, dat is wel knolpower paardrood. En kijk dan! En wat heb jij? Ik heb een veel grotere beker dan mij, kijk maar. En hoeveelste ben jij geworden? Oh, dat is de tweede beker. Ja, dit is de tweede, die groene is vijfde. Oké, okay. Nou netjes hoor. Dan heb je nog een paars en een roze. Ze wilt alle kleurtjes. Ja, ze wil alle kleurtjes. Alleen eerst is ze zo. Ze is wel eens eerste geweest, maar toen hadden ze niet. Ik heb een cadeautje met z'n kijk maar. En mijn cadeautje dan in mijn schoorsteen. De schoorsteen? Schoorsteen. Ik van Piet. Nee, Piet ging en mijn cadeautje in de open haard zetten. Mag je vandaag weer? En mijn cadeautje was in de schoen. In de open haard. Mama, mag ik niet? Luciano. Oh. Luciano. Mijn cadeautje was in de open haard. Luciano. Ja? Iets korter. Een cadeautje lag in de open haard. Ja. Zo hè, iets korter. Wil je vanavond weer Boerenkool? Hebben wij gegeten? Hoe komt hij erbij? Ja. Oh, jij zei net dat wij boerenkool hadden. Luciano, wil je straks je schoen zetten? Moet niet gekker worden joh, eerst een koe, dan boerenkool. Ja. Maar hoe heet die al? En zo. Kijk, ik heb een grote beker. Dat is mijn beker dan die ja. Met jullie zaten boerenkool te eten. Toen kregen wij ook honger. Ja, snap ik. Ik heb gauw dit gemaakt. Er is nog over. Maar kijk wat Marion aan het maken is. Oh, dit vind ik wel lekker hoor. Oh, warme chocolademelk. Dit is fijn. Slagroom halen, supermarkt. Ja, serieus? Ja, gaan we doen. Ik ga mee, anders. Nee, we gaan op de Zetlander. Ja, ik ga mee. Ja, het kwam er niet helemaal uit. Waar is Giosan? Hé, maar serieus, Luciano. Wat zou jij doen met 5000 euro? Wat zou je kopen? 1000 miljoen. Ja, maar wat zou je kopen met heel veel geld? Stel voor, je hebt heel veel geld en je mag één ding kopen. Wat zou je dan kopen? Maar ik heb,
mama zijn kastje. Ik heb mama zijn kastje en helemaal geld in mijn potje gedaan. Heel veel. Klein geld gepakt en er zijn spaarpot gedaan. Echt? En wat ga je daarvan kopen dan? Wat ga je daarvan kopen? Heel veel. Ja, maar wat ga je kopen? Gewoon een autootje. Een autootje. Een koeauto. Een koeauto. Nee, een auto waar een koe in kan. Ja. Nou, als papa er maar in past. Dit is een kleine. Nou goed, wij gaan slagroom halen. Zit je lekker? Ja. Ja. Maar een gordeltje om. Gordeltje. Hey, Luciano, wat is het veiligste dier ter wereld? Huis. Ja, huis. Nee, ja. Weet je wat de grap is? Een gordeldier. Gordel? Hé, Enzo. Laat maar. Hij snapt het niet. Oh mijn god. Oh, wat hebben we hier? Wat is dit? Broccoli. Broccoli. Wil jij er eentje? Een hele grote wortel. Ja, oké. Papa. Nee, papa. Deze moet voor de paard. Nee, deze. Kijk, nee, je wilt toch een grote? Deze. Je wilt toch een grote? Nee, we deze eten. Ja, maar... Die vindt hij lekkerder. Ik kan ook deze pakken. De papa. Ja. Hij vindt deze lekker. Ja, vind die en wie vindt dat lekker? Ja. Paard van Sinterklaas. Ja. Oké. Okay. Hoe heet die dan? Nou, neem hem maar mee eentje. Kan je hem pakken? Deze ook. Wil je die ook? Ja, zo. Deze dan meenemen. Het is zo mooi dat zijn lievelingseten broccoli is. Dan weet je ook wat dit is. Broekel. Ja, dat weet ik al. Broekel. Broekel. Bloemkool. Nou, nice. Weet je wat dit is, Luciano? Weet je wat dit is? Nee, jij. Ja, spruitjes. Dat zijn... Nee, meteen wegrennen. Nee. Ik kan niet popcorn. Kijk wat ik meegenomen, dames en heren. Oh, dit vind ik zo lekker. Een amandelstaaf. Dit vind ik echt lekker. Dit is de Dixie. Wat zie jij? Hier. Wat zie je dan? Hier, Ro. Wat zie je dan? Kijk dan. Wat is dat? Kijk. Wat is dat? Chocopasta? Ja. En wat heb je daar? Pivotjes. Moet je dat ook zeggen? Pivotjes. Dat is echt ongelooflijk. Zeg anders even dat je couscous lekker vindt of zo. Oh, dit is lekker. Wat is dit? Vind je ook lekker? Dat is Hollandse melk. Ja. Dat is allemaal melk. En zo kijk, 0 graden. 0 graden. Nou, ik heb slagroom in ieder geval gehaald. En ik heb amandelspijs. Dat vind ik heel lekker. En ja, dat moet wel voldoende zijn. En we hebben wortels voor het paard van Sinterklaas. Ja. Nou, dat is perfect. We hebben eigenlijk een keertje gewoon... Gewoon een karretje, kijken wat hij er allemaal in heeft. Ja, ik denk echt de meest gekke dingen. Dit is voor je laden. Laden? Voor je laden? Nee, dat is een puntenslijper. Dat is een puntenslijper. Ja, serieus. Ja, dit is serieus een andere. Puntenslijper. Dit is ook een cactus. Ja, aan de zijkant doe je de potlood in. Oh, deze is van Milana, een unicorn. Een unicorn inderdaad. Nou, oh, dit gaat weer helemaal fout. Oi, oi, oi. Zo. Lus ik dat? Gast, kijk wat ik in mijn hand heb. Wat? Amandelspijs. Ja, weet je hoe lekker dat is? Oh, lekker ernaast. Dat is super lekker. Niet dit, S? Ja, die is voor jullie familie en deze is voor mij thuis. Samantha, dat is een goeie. Ja, voor mama. Voor sexy Samantha. Ik zie heel veel daar. Zeg je nou serieus tegen papa, hey Shahid? Hij zei hey Shahid. En dat doet hij heel vaak. Hij zei hey Shahid. Ja, serieus. Heel vaak. Hé, maar het is toch Galit en niet Shahid? Enzo, ken je deze dingen nog? Nee. Van die soort patatjes. Ja, die ken ik. Is Galit? Ja. Is Galit, ja. Oké, nice. We hebben genoeg. Ik ga naar de kassa. Hier heb je lekker chocolade. Maar ik heb dit helemaal opgegeten, hè? Echt waar? Ja, deze van de deal halen. Oh. Deze. Maar kom. Deze. Nee, we hebben al genoeg. Dat was deze, hoor. Kom, we hebben al genoeg. Ja, dit is niet dus met openmaken deze dag. Ja. Ik ging een keer met Luciano naar de supermarkt. Toen ging hij op die driewieler. Ja, en toen ging hij serieus chocola pakken. Hier ging hij meteen openmaken en opeten. Eeuw. Niemand zag het. Is echt vies. Kijk dan. Ja, maar weet je waarom je dat vies vindt? Dit is voor een papegaai. Nee, voor een papegaai. Ja, nou kijk, dit is vogelzaad. Hier, kanariezaad. En zo. Ja? Die kan in onze tuin doen. In de tuin? Ja. Daar komen dan mijn kanaries. Nee, maar dit is kanariezaad, als je een kanarie hebt. Wij hebben geen kanaries thuis. Ik wel. Nee, je hebt geen kanaries. Nee, je hebt geen kanaries. Maar bij het dierentuin wel.
Ja, maar jouw achtertuin is geen dierentuin, toch? Nee. Nee. Maar ik kan wel een dierentuin maken. Oh. In de kelder. In de kelder van jou wil je een dierentuin maken? Ja. Wij maken altijd, als met de Duplo gaan we altijd een dierentuin maken. Met al die dieren. Ah. Dat is wel leuk, maar wil je broccoli pakken en je worstjes? Dan gaan we afrekenen. Luciano. Hey, de vloer is 52. Luciano. Ja, inderdaad. Kom, we gaan. Luciano, pak je broccoli en je worstjes. We gaan afrekenen. Dat zijn de gezonde worstjes. Dat zijn de gezonde worstjes, inderdaad. Heel goed, Virginio. Trots op je. We gaan even kijken hoe duur Luciano is. Kom maar. Nee. Even kijken hoe duur Luciano is. Gaan de band lopen? Oh, kijk. Liggen op je rug. Luciano, op je rug. Lig op je buik. Zo, over de kassa. Hier. Heel duur. Onbetaalbaar ben je. Hoe vond je dat? Goed. Nee. Alles meenemen, hè? Goed zo. Nou, alles meenemen. De wortels voor de paard van Sinterklaas. Broccoli, zijn worstjes. Heb je alles? Ja. Dat valt niet uit. Luciano, je kan ook doen alsof je een bosje bloemen hebt gekocht voor mama en dan die wortels geven. Nee. Nee. Hij wil het echt heel graag geven voor het paard van Sinterklaas. Zo. Zijn we weer. Nou, dan zullen die dames wel blij zijn met de slagroom. Jij hebt het voor Sinterklaas uit de boeken gehaald, hè? Lekker dan? Nee. Nee. Hij is zo blij. Nou, we hebben het gehaald. Ja, nice. We hebben een bordje. Mama. En zo kijk. Als je bijna blijft. Hij wil graag mij volgen. Hij had het door, hè? Op een gegeven moment had hij het door. Wat ga je mij volgen? Jongeman, voor jou, alsjeblieft. Ga maar ruiken. Nee, jij. Nee. Jij. Ja, het is een papa's koffie. Nou, lekker hoor, schat. Lekker, ik heb zin in. Hoppa. En zo, dit ja. Is mijn. Heb je een slagroom op je neus? Ik wil meer, Enzo. Wil je meer? Nou, vooruit dan, voor deze keer. Enzo. Meer. Ja, zo is wel genoeg hoor. Kijk. Alsjeblieft. En voor mij ook. Ja, jij hebt al heel veel erin. Dames en heren, we gaan het even gezellig maken hier zo. We hebben hier een aanmaakblokje. En dan gaan we even lekker vuurtje stoken. Je maakt je hut kapot. Nu niet meer. Je hebt de perfecte hut gemaakt. Je hoeft niet te veel. Dit is vooral goed. Dit vind ik. Ja, dat schors. Ja. Zo, dit is eerst perfect. Doen we hem nu dicht. Ja, moet hij nu al dicht, denk je? Nee maar ja, zo. Een keertje laten. Zo, een keertje. Gezellig vuurtje! Lekker man! Vuurtje! Vuurtje! Ja, hij moet slaan, hè? Ja. Hij wordt zwaar, ja. Eerder deed ik altijd gewoon zo oppakken. Ik ben niet zo zwaar, hè? Niet zo zwaar. Papa, hij is gebroken. Oh, hij is gebroken. Hé, jij moet de lucht gooien. Ben je niet lekker? Zo mooi. Ja, aanstekelijk. Oké, we gaan even Qatar, Ecuador kijken. En dan... Oh, ik heb mijn amandelstaafjes klaar. Amandel? Mijn amandelstaaf. Welk stukje van mijn staaf? Nee. Oh nee, Samantha lust dit niet. Ik ook niet. Nee? Lust jij dit? Ook niet? Nee, dat ga ik niet lusten. Wow. Ze werden nog nooit op. Heb je het echt voor mezelf gekocht dan? Oh, ik lust het ook. Oké, okay. Gaan we lekker dit eten. Check dit eens eventjes. Een lekker bordje amandelstaaf. Ik heb je foto gelijk. Ja, dat is een foto van mij uit 2013. Die heb ik opnieuw gepost in mijn story. Echt leuk. Lief, hè? Ja. Nou goed, voetbal kijken. Prima. En dan over anderhalf uur begint de bingo. Even serieus, denk je dat je wat gaat winnen, maat? Denk je dat je wat gaat winnen? Ja, ik denk het wel. Ja? Ik denk dat Myron geluk heeft vanavond. Zou wel leuk zijn, hè? Dat denk ik echt. Zou sowieso leuk zijn, aangezien we voor de eerste keer meedoen, dat we überhaupt iets winnen. Als iemand iets wint, zou al perfect zijn. Ja, dan ben ik meteen. Dat is het leuk van doen. Ja.
Nou. Die man. Luciano is echt een held op zak hoor. Een koek kopen. Ja, ja. Daar staat hij hoor. Otto, 75. Hi hondjes. Oh. 75. Kijk dan, dames en heren. We zitten lekker te bingo hier. Lekker te kaart. Gezellig. Niet met jouw stift. Ik heb mijn eigen. 75 hier. 75. En hier. Ja, je mag niet met verschillende kleuren. Nee. En hier? Nee? Is het echt zo? Gerard 52. Hoppakee. Ja, we hebben dus een Facebook aanstaan op Sheets, telefoon. En er zit een vrouw die zit te livestreamen en die zit op te noemen. Dus let maar op. Komt-ie. Ik hoop dat het de Bernard wordt. Ja. Dat zegt ze altijd heel leuk. Let op hoor. Gerard 51. Gerard 51. Nou, die heb ik hier zoals jullie zien. Gerard 51. Gaan we even verder kijken. Kijk, dit is zeg maar die livestreams die je ziet. Dat ze zo... Ja. Dus dit is de bingo kaartje. Als we alles vol hebben, of één kaart... Bernard 6, die zat wel scherp gisteren, toch? Bernard 6. Bernard. Als we één kaartje helemaal vol hebben, €500. 500. Ongelooflijk. Wat kunnen we daarmee doen? Een koek open. Ja. Ja. Luciana wil een koe. Ze zijn bezig voor de koe, mensen. Gerard 49. Ja, hier, Gerard. Hoppakee. 49, hier dan. 49. Bij mij is het niet populair, hoor. En dan hier zo... Nou, is het niet populair. Nou, dit gaat op zich wel de goede kant op. Hoe is het bij jou? Gaat goed, hoor. Gaat goed? Ja, zeker. 69. Maar ze krast gewoon alles in. Ja. Maar wat is er gebeurd, Samantha? Iemand anders heeft bingo. Iemand anders heeft bingo. Nummer 14. Oké, we kunnen het niet zien, maar iemand anders die heeft bingo. Ik moest er nog vier. En dat betekent dat deze dus allemaal weg kunnen. Dan moet je gauw je broodjes smeren. Want nu gaat het snel. Ja, gaat het snel. Oké, nou hier moest ik nog 1, 2, 3, 4, 5, 6. En ja, dat was het minste wat ik nog moest volgens mij. Maar dit kan allemaal weg. Zo. Oh mijn god, ik heb een burn-out. Zoveel nummertjes. Luister. Ik krijg een burn-out, zegt hij. Van al die cijfers. Elk cijfer staat in elk rijtje. Hier één keer, hier één keer, hier één keer. Dus je hebt 5 boekjes, zeg maar. Maar je hebt wel heel veel kansen. Maar deze is dubbel, want ik heb hier 7. Hier ook. We gaan beginnen. Oh, we gaan beginnen. Oh, nu moet ik heel snel. Het boek, ik heb hier het boek. Kijk. 12. 12 en 66. Ik heb ze naar morgen. Bernard, 4. Zo, dit gaat echt snel. Je hebt geen tijd om een broodje te smeren. 55. Loop je dan vast? Ik denk het, daarom zie ik hem. Maar dan wil ik wel dat je Gerard, 55. Ja, moet ik even zoeken. Otto, 70. Wanneer heb je nou bingo? Tweede rijtje. Isaac, 16. Gewoon elk kaartje kan dat zijn. Iemand heeft bingo. Nu al? Ja, ja, het is één rijtje. Ik heb een bingo van Monique. Kijk, geef me even die nummers. En nu gaan we voor boven onder. Cijfers? Ja, jezus man, kun je daar ook nog zien? Nee. 40. Die is goed. Yes. 55. Monique, 946. Yes, 2 bingo's. 70. Ja. Vind je wel leuk? 48. 50. Met B. Ik ben zo 72. Onder naar boven. Isaac, 20. Mattige suik. 73. Jezus, dit gaat zo snel, mensen. Ja. Rooi, toch? Dit is stress bingo. Nee, je gaat gewoon stempelen. Kom ontspannen hier. 2. Bernard, 2. Otto, 62. Die heb ik. Bingo. Wie bingo? Ja, wat een gezeik. Nou, kan je even kijken wat er nog moet. Wat kan zijn? Hey, 35. Zo, dit is best wel stress, man. Nee, joh. Dat gekke. Waarom irriteer ze mee de kinderen die nu niet naar bed gaan? Ja. Kinderen! Naar bed! Milana, ga jij eens even naar bed? Nico, 42. Nico, 42. Ik krijg helemaal kortsluiting als ik hem... Als je hem niet kan vinden. Ja. Bernard, 7. 7. Mijn geluksgetal. Ik ga volle kaart krijgen, man. Isaac, 23. Gerard, 60. Lastig. Ik heb geen 60. Kan dat? Nee, kan Gerard. Ik kijk bij de verkeerde. Ja, kan. Isaac, 18. Degene die nu bingo heeft, krijgt €1000 erbij. En anders gaat hij mee naar 102. Ik moet er nog 4. Gerard, 52.
Gerard, ik moet er nog drie. Nu. Ik nog twee. Ik moet serieus nog drie op twee kaarten. Ik heb nog twee. Nico 32. Ik ben er klaar mee, hè? Ik ben er weer klaar voor. Ah, damn. Dames en heren, kijk dan. Ik ging echt lekker. Ik moest op één kaartje, even kijken welke dat was. Op deze, kijk dan. Nog twee. Op deze moest ik er nog twee, zie je dat? Zo. Helaas. Drie, hè? Ja. Echt? Moet je er nog drie? Ja. Oh, heb je bijna een bingo's gehad? Zeg niet van. Ik moet er nog vier. Bernard, 10. Bernard, 10. Hoe? 10? Gooi op. Zaas. Oh, bietje. Hoeveel liter? Ik heb eentje al helemaal vol. Hoeveel moet je vol hebben? Ik heb een bingo van Lizzie. Nee! Vallen. Ik zat er net lekker in. Ja, we gingen echt lekker, hè? Ja. Ze vallen best nog late bingo's. Ze vallen best nog late bingo's, zeg. Nou, ik was... Doe een foto maken, zo. Even kijken. 103. Na 19 kwam 39. We sturen nu een foto van mij met die stift zo in de groepsapp. Kan je hem zien of niet? Ja, het is wat er wel vaker mee. Alleen Enzo en Miram vandaag voor het eerst. Onder drie bladblad. Iedereen heel veel succes. Ja. Beginnen we met Otto 74. Otto 74. We moeten de volgende keer een bingo trui aan. In plaats van KPGP. Kom Panther. Wat zeggen ze? Enzo schat. Volgens jou. Enzo schat, zegt iemand. Gerard, 46. Zeg maar even tegen iedereen van geen bingo zeggen. Enzo Willem. Oh. Nico, 34. Nou, de vrouw die het omroept is wel echt hartstikke lief, hoor. Ja, Enzo, wat heb jij gedaan het weekend? Ik heb lekker gebingo'd. Ja, dat heb ik in de gaten. Gerard, 55. Zie je, we praten af en toe even met die vrouw. Gerard, 51. 51. Gaat lekker hoor met stippen. Stip, 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 ja, stip. Ja, kras, kras, kras. Hij heeft een stift in plaats van een stempel. Ja, echt drama. Kat nummer 3. Zullen we ruim een keer? Ja, is goed. Ja. Kan niet. Bernard, 5. Volgende Bernard, 5. Wat zeg je, Mini? Ja, ja, geen Mini. Bloed vol, jong. Zo! Isaac, 23. Net komt eruit. Je zegt 33. 23. Oh, verdomme. Ja, het zijn allemaal fans hier. Ja. Zo. Isa, 20. Dames en heren, ik moet er nog drie. Nog drie. Vier, vijf. Isaac, 18. Ja, easy. Easy peasy. Easy peasy, lemon squeezy. Oh, nog één. Bernard, 2. Ik heb bingo. Ja? Ja. 47. Heb jij bingo? Oh, nog iemand. Shit. Oh, maar ja. Bingo van Samantha. Ja! Hey. Heb je serieus bingo? Ik was zo'n type voor de zekerheid. Even kijken, voor en achteraan, ja, alsjeblieft. Ja. We doen in één keer dat ik ging sturen. Ik dacht, wat doe je? Twee goede bingo's. €150 per persoon. Echt? Jazeker. Let's go! Samantha heeft bingo! Welke? Waar is die? Oh, daar. Oh, we hebben een hoor. Nice. Hey, wat doe jij van bed? Ja, ze horen ons bingo roepen. Ja, gewoon een schreeuwen. Bernard, 1. Bernard, 1. Dames en heren, ik heb bijna bingo. Ik heb echt bijna bingo, dames en heren. Ik moet er nog 4 op één kaartje. Doe maar 14, 40, 43, 65. 15. Bernard, 15. Bernard, 15. Goed bezig, Sam. Dank je. Ik moet er ongeveer nog 10. Bernard, 6. Dan moet ik het zijn, kom ook, hè, Sam. Eén iemand moet nog 69 racen bingo. Ik moet er nog, ik moet op twee kaartjes nog 4. Ik moet nog 3. Geen 69. Otto, 75. Oh, ik moet er nog 3. Lekker pik. Dat is gewoon de allerlaatste kaart, dames en heren. Dat is €1500. Ik moet er nog 3. Nummer 17, 33 of 40? Ik moet ook nog 3. 17, 33, 40.
Oh, ik moet er nog maar twee. Gerard, 60. Die Rob er nog maar twee? Rob. Maar we moeten nog twee. 1500 euro. 66 en? 25. 66 en 25. 40. Oh, excuseer het jou. 39. Geef het Nico, 39. Ik denk dat hij nu gaat vallen. Nee. Nou, dat denk ik wel. Kom, 40 iedereen. Iedereen moet 40. 25. Ja, heel veel mensen moeten 40 nog. 41. Nico, 41. Wat erg, chill. 17. Nee. Isaac, 17. Ja, dat is goed. Ik moet er nog twee nu. Ja? Ja, ik moet er nog twee. Lekker. 33. Iemand moet 33. Nee. Mensen aan het typen? Maar die zitten misschien niet. 79. 73. Echt? Oh, dus dat moet er nog één dan. 73. Oh my god. Ja, en nu gaat hij vallen. 23 iemand. Kan toch niet anders dan dat hij nu gaat vallen? 25. Ik moet nog 33. Ja. Oh, 66. We moeten nog één. Oh. Otto, 66. Oh, maar we moeten nog één namens leren. Lirol, alsjeblieft. Je moet 25. Alsjeblieft. 25, alsjeblieft. Alsjeblieft. Ik ga van staan voor je met juichen. Continu. 25. 25, kom op. 25. 71. Nee, 71. Nee, dat kan ook nog. Niemand heeft 71 hier. Scheiße. Ah, hè? Eén kans, hè? Ik moet nog één. Twee mensen, maar ik moet nog één. Daniela. Nee, twee, Jos Gele. Oh ja. Twee, Jos Gele. Ja, dat is twee, Jos. Ik moet nog 25. Oh, jammer. 1500 euro gehad. Oei, oei, oei. Nee, dat is niet geweest. We gaan er vandoor, dames en heren. Er is geen bingo gevallen nadat Samantha er wel eentje had. Dus dat is wel echt super nice. Bingo voor Samantha als enige vanavond. Hoeveel had je daarmee? 150 euro, moest delen. 100, oh ja, want het was eigenlijk bingo voor 300 euro. Maar omdat twee mensen tegelijk bingo hadden, doen ze het door de helft. Dus het was echt super nice. Dus ik heb echt genoten van de bingoavond. En we gaan nu naar huis. Het is een mooi dagje geweest weer. Hele dag weg geweest. We hebben genoten. En dan gaan we nu even lekker slapen, dames en heren. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar de vlog. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik zie jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace!